Het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing heeft vanmiddag aangegeven dat er nieuwe vertrektijden zijn voor de Surinamers die gestrand zijn op Sint Maarten. Ze moeten zich morgenochtend om 6 uur lokale tijd aanmelden op het vliegveld van Sint Maarten. Dit met een geldig reisdocument. Na registratie zullen de reizigers om 9:15 vertrekken naar het eiland Aruba. Van daaruit zal er een chartervlucht uitgevoerd worden om deze passagiers huiswaarts te brengen. Volgens kolonel Jerry Selengaard van het NCCR heeft de Nederlandse regering een KLM-toestel ingezet om niet-Nederlanders van Sint Maarten te vervoeren naar Aruba. Deze vlucht, de vlucht die dus zal worden uitgevoerd, zal morgen 16 september worden uitgevoerd. Het is de bedoeling dat alle personen van Suriname die dus naar Suriname terug moeten komen, zich melden op het vliegveld van Sint Maarten en wel vanaf 8:00 'smorgens. Daar zal er een registratiepunt zijn waar de mensen geregistreerd moeten worden. En het is de bedoeling dat deze mensen dan met het vliegtuig, en het is een Boeing 747 van de KLM, zullen dus zoveel mogelijk iedereen worden meegenomen. En deze mensen zullen dan verplaatst worden, dus nogmaals van Sint Maarten naar Aruba. Ik geef nog een keer de tijd door en dat is dus, het verzamelen is om 8:00 lokale tijd, om 8:00 Sint Maarten tijd, moeten de mensen zich melden op het vliegveld. En daarna zal de vlucht rond 1:00 Sint Maarten tijd vertrekken richting Aruba. De mensen die dan zijn aangekomen op Aruba, de Surinamers, die zullen dan, Suriname zal ervoor zorgen dat middels een chartervlucht deze mensen dan zullen worden afgehaald van Aruba en gebracht worden naar Suriname. Aldus kolonel Jerry Selengaard van het NCCR.